Hoi iedereen, welkom bij een nieuwe video van TuneFit. Ik ben Tom en vandaag ga ik 7 oefeningen bespreken die het beste zijn om af te vallen en om spieren op te bouwen. Nou, waarom deze oefeningen zo goed zijn, is omdat ze een groot deel van je lichaam aanspreken, waardoor je dus hard moet werken om die oefening uit te voeren, dat er veel spieren tegelijkertijd aan het werk worden gezet en je dus effectief en efficiënt veel van je lichaam traint. Ook zijn al deze oefeningen met losse gewichten, waardoor je het moet stabiliseren zelf. Het is geen machine die het werk al deels voor jou doet. Dit is heel inspannend en train je ook alle kleine spiertjes van je lichaam ook mee. Nou, dat gezegd hebbende, ga ik gelijk beginnen met de eerste oefening. Dat is mijn persoonlijke favoriet en dat is de deadlift. De deadlift is vooral gericht op je rug en op je benen, maar daarnaast traint ook een heel groot deel van je lichaam mee. Bijvoorbeeld ook je onderarm moet dat zware gewicht ook gewoon kunnen houden. En omdat je zo'n groot deel van je lichaam traint, train je gewoon veel spieren tegelijk, waardoor het een perfecte oefening is om spieren op te bouwen. En daarnaast verbrand je gewoon veel calorieën tijdens deze oefening, dus is het ook een perfecte oefening om af te gaan vallen. De tweede oefening wordt wel de koning van alle oefeningen genoemd en dat is de squat. Heel veel mensen slaan deze oefening over omdat het namelijk je benen zijn en het zou minder boeiend zijn dan andere oefeningen, zoals je borst trainen. Maar deze oefening traint, net zoals de deadlift, gewoon een enorm groot deel van je lichaam. Dit is misschien wel de oefening waar je het meeste calorieën verbrandt van alle oefeningen die er zijn. Dus wanneer je aan het afvallen bent, mag je deze oefening gewoon niet missen, omdat je zoveel calorieën verbrandt. Als je juist wilt aankomen is deze oefening ook top. Juist omdat je deze oefening ook zoveel spieren in je lichaam aanspreekt. Naast de benen spreek je ook heel erg je buik aan, je onderrug, je rug. Alles om de stabiliteit te houden met zwaar gewicht. Dus laat deze oefening ook zeker niet over. De derde oefening is de bench press. Deze is waarschijnlijk een oefening die redelijk bekend is bij mensen die gespierd willen worden. En deze is vooral gericht op je borst, je schouders en je triceps. Deze oefening pakt dus een groot deel van je bovenlichaam en is een perfecte manier om je borst te trainen. En gelijkertijd ook nog je schouders en je triceps mee te pakken. De vierde oefening is de standing shoulder press. Deze oefening moet je juist staand uitvoeren, omdat je dan naast je schouders en je armen ook gelijk stabiliteit traint. Om die stang van onder je kin naar helemaal boven je te strekken, heb je heel erg de neiging om achterover te gaan leunen. Wanneer je je buikspieren gaat aanspannen om dat te voorkomen, train je ook weer zo'n enorm groot deel van je lichaam, wat weer zorgt dat je meer spieren opbouwt en meer calorieën verbrandt, om dus meer spieren te creëren of vet te verliezen. De vijfde oefening is de dip. Deze kun je op meerdere manieren uitvoeren. De dip spreekt vooral je borst, je schouders en je triceps aan. En wanneer je iets meer voorover leunt, dan zal je iets meer je borst aanspreken. En wanneer je een beetje rechterop blijft zitten, zal het iets meer uit je triceps komen. Doordat je bij deze oefening weer een groot deel van je bovenlichaam aanspreekt, maar ook nog eens balans moet houden, kost deze oefening weer veel energie, waardoor je dus ook veel calorieën verbrandt. Daarnaast spreek je dus ook alle stabiliserende spieren in je lichaam aan. Daardoor train je dus niet alleen de spiergroepen zoals je borst, schouders en triceps, maar train je een veel groter deel van je lichaam. De zesde oefening is de row. Deze kan je uitvoeren met een stang en met een dumbbell. Ik hou er zelf van om deze met de dumbbell te doen, omdat je dan niet de neiging hebt om met je sterkere kant het gewicht op te tillen. Als je de oefening met een stang doet en je bent aan de ene kant gewoon wat sterker omdat je bijvoorbeeld rechtshandig bent, dan heb je nog wel eens de neiging om met die arm het gewicht vooral te gaan tillen, waardoor je de andere kant iets minder traint. De row spreekt dus vooral je armen en je rug aan. Deze oefening is niet zozeer om de wijdte van je rug te trainen, maar meer gericht op de dikte van je rug te trainen. De zevende en de laatste oefening is inderdaad dan ook om die wijdte van je rug te pakken en dat is een pull-up. Heel veel mensen vinden deze oefening heel lastig en dat is die ook. Het is heel lastig om je stabilisatie in het begin te houden en om de kracht tegelijkertijd te zetten. Wat ik dan ook aanraad is dat je niet gaat voor 10 herhalingen als je er net aan begint. Ga gewoon voor een paar herhalingen, al zijn het er 2, al zijn het er 4. Dat maakt niet zoveel uit. Maak gewoon de hele beweging af, dan pak je je hele brede rugspier en train je rug gewoon op een goede manier. Voor beginners die deze oefening echt nog te lastig vinden, kun je natuurlijk ook gewoon een pull-down doen met een iets wijdere grip, zodat je een beetje kan wennen aan de oefening en zodat je ook een beetje leert kracht zetten vanuit die hoek. Hierin kun je weer een beetje gaan opbouwen en wanneer deze iets makkelijker gaat, kun je over gaan stappen op de pull-up uiteindelijk. Nou, dat waren de 7 beste oefeningen om je spieren op te bouwen of juist om af te vallen. Met deze 7 oefeningen heb je ook je hele lichaam getraind. Je kan deze oefeningen indelen in elk schema. Je kan bijvoorbeeld de rugoefeningen optrainen op de dag dat je rug traint. En zo ook met andere spiergroepen. Maar je kan ook zeggen dat je alle 7 oefeningen in één keer pakt. Als je 2 keer in de week traint, raad ik aan om deze gewoon een full body sessie te gaan doen. Dat je alle 7 oefeningen gewoon 3 of 4 setjes doet. Ben je denk ik iets langer dan een uurtje klaar, heb je 3 dagen rust ertussen. En kun je daarna gewoon weer de training gaan doen. Nou, dat was de video. Like de video als je hem leuk vond. Abonneer je op het kanaal als je nog veel meer video's wil gaan zien over fitness en voeding. En dan zie ik jullie in de volgende video.